Hey hoi hallo kijkers van MC Poetse D en vandaag ben ik er alleen, want Marcel is op vakantie en ik had ook al een video opgenomen voordat ik op vakantie ging. Wow. Maar die heb ik alleen niet upgeloten omdat ik te druk had. Dus ik heb hier wat minigames die ik gewoon ga spelen op de Hive. Ik ga nu een paar werk spelen. Je kunt nu power-ups krijgen. Oh, kijk, dit is bijvoorbeeld een power-up, een ender chest. Als je die, hoe heet dat, aanschiet, dat je hem hebt kapot geschoten, dan kun je daar special upgrades item dingen uit krijgen. En jullie zullen het zo, en jullie zullen zo wel zien wat ik bedoel, want het kan pas wel in actie. En hij is er van. Ik heb mijn PC geüpgraded, ik heb een nieuwe processor en mijn computer. Maar als jullie precieze specificaties willen weten, dan moet ik even zeggen in de reacties, want dan zal ik eventjes alles precies zeggen in de volgende video van deze random minigames. Want dit ga ik vaker doen, gewoon random minigames spelen op deze server, want dat vind ik leuk. En ja, ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Dus als jullie dit vaker willen zien, of wat ik maar, abonneer natuurlijk en like. Dankjewel. Oké, dit was een hele grote faal. Dit was echt een veel moment. Ja. Maar dit was nummertje 1. Kijk, je hebt nu ook in de hub van hun players enabled. PlayStation enabled, zo. Je hebt ook een fun cannon. Kijk eens hier. Kijk dit. Ziet er wel grappig uit. Maar wat we gaan doen is denk ik Hive Survival Games. Dat gaan we nu even een potje doen. Eventjes kijken welke we gaan nemen. Dus ik wil niet dat we eeuwen moeten wachten. Full join in game, in game. Restarting. Alles is in game, dus niet leuk. Maar hoe was jullie vakantie? Want ik was naar Limburg geweest. Was wel leuk. Maar ja, de camping was niet super. Het was wel goed ofzo, maar het was niet echt super leuke camping, vonden wij. Het is een beetje saai. Dus ja, vertel me waar jullie ook heen zijn geweest. Ik ben best benieuwd. Oh shit, wat doe ik? Teleporten. Nee, dat hoef ik allemaal niet. Slash. Hup. Oh. Miauw. Dat kan ik ook. Volgens mij wordt dit hem niet, want dit is allemaal vol, deze minigames. Alweer iemand. Niet leuk. Niet leuk. Echt niet. Kijk, die. Daar gaan nu mensen in, dus die nemen wij ook. Lekker. Wat de fuck, lekker survival games spelen wil ik zeggen. Maar toen kwam er dit in één keer en dat is James Leather, huh? The fuck, battle cry. Oké, you have no battle cries. En als ik nou die neem, oh zo, die kun je dan kopen in de hub. Oh, dit is wel leuk. Points, skills, games played, deathmatch, wins. Oké, ik snap het eindelijk. Survival game 7S1. Oké. En nu beginnen we ineens in een fucking random map. Wat moet ik vinden? Moet ik nou serieus 50 seconden op zo'n fucking plate staan? Ah nee, fuck dit. Oké, jongens en meisjes, ik spreek jullie zo weer. Doei. Oké, en we zijn er weer. Het duurt nu nog ongeveer 10 seconden. Kijk, 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oké, waar gaan we eens heen? Zoek. Ze zeiden dat ik
kwaads of kwatten moest zoeken. Administrator. En een kwad ziet eruit als een soort van kist aan alle kanten. Oh, kut. Ik had dit, een piston bedoel ik aan alle kanten. Als alles eruit is, oh, dan gaat hij niet weg. Maar we hebben een wooden sword, dat is best nice al. Wat we dus nu gaan doen, is eventjes naar iemand anders zoeken die wij kunnen killen die wat nice stuff heeft voor mij. En deze XP bottle gun ik niemand. En mezelf wel, haha. What the fuck? Wat? Ik word een enderpearl. Nee! Nou, dit is ook niet leuk. Oké, we gaan even een andere minigame spelen. We gaan vandaag cowboys. What's this? Your time has come, soldier. Dit is nog allemaal nog niet wat er nog niet is. Oké, we gaan één potje hide and seek doen. Ook altijd leuk. Ik heb best veel blokken namelijk. Want ik speel best wel veel op deze server. Dus ik heb best nog wel wat blokken die ik kan worden gewoon. Straks een paar seconden voor... oh kut, dit duurt ook alweer zo lang. Maar straks een paar seconden voor... hoe heet dat? Een paar seconden voordat we worden geteleport naar de map kun je een blok kiezen die je bijvoorbeeld hebt vrijgekocht. En dat komt op dit vakje waar ik nu op zit. En bijvoorbeeld, ja, sommige mensen spelen dit dan zoveel en die weten welke map wat is. Dus die kunnen heel tactisch een blokje gaan zoeken. Kijk dit, choose blok. En ik heb deze allemaal vrijgekocht, die onderste twee. En deze bovenste zijn gewoon standaard, die kan iedereen. Maar dat kan je niet kiezen, want je moet die kompas ding ook nog kopen. En wij nemen de oak leaves. Ook al weet ik niet naar welke map ik ga, maar we gaan toch naar de oak leaves. Ook, we gaan toch het blok oak leaves worden. Kijk, nice, die zijn ook nog eens allemaal bomen. Oké. Waar gaan we ons verstoppen? Ik wil even een beetje een goede plek. Zou dit opvallen? Wat is dat koekje? Blokinfo. Blokinfo in de bosbar. Oh, okay. Oké, kijk, daar is nog een leafblok. Ik ben benieuwd als hij solid wordt, hoe hij er dan uitziet. Oh, lol, dit lijkt nog best goed. Ik hoop dat ze ons niet vinden, maar ik ga niet een camper zijn. Ik ga gewoon wel een beetje rondlopen. Dat is niet leuk. Closed, what the fuck is closed? Nou, dan niet, laten we er dan maar lekker niet in. Want ik ben volgens mij even snel als die mensen... Dan de seekers, dus ik denk dat het me wel gewoon lukt. Even kijken. Wow. Even kijken als ik hier nog iemand kan vinden. En we gaan eventjes verder lopen. Als ik een seeker zie, ben ik best wel de lul, denk ik. Hé, een hutstone. Oké, daar is er een. Achter. Hup, hup, hup. Oké, hebben we niet gezien, hoop ik. Oh nice, dat is een goede sword. Eventjes kijken waar ik me een beetje kan gaan rondderpen. Oh, wat gaat dit sloom. Maar ik zou zin niet meer met koekjes kan. Your block leaves. Maar snap ik niet als het groter wordt, wat het allemaal betekent. Hi there, Anthony Free has killed. Wat?
Hoe kun je nou een vlees nou worden gekild als je een Hydro bent? Of was hij een zieke? Oké, ik snap het wel dat hij dood is. Daar liepen wij. Ik heb ook Optifine. Dus dat is wel nice. Kunnen we even... Oké, kut. Oh, je ziet. Kut, ik ben hem kwijt. Nee, ik hoop niet dat hij me vindt. Zat er iemand achter? Nee. Kut, hij heeft me gezien. Nee. Nu is het een kat en muis spel. Nu vind ik het leukst. Hip, hip. Nee. Ik heb gewoon over het ijs, want dan ben ik heel snel. Wat? Hij heeft me niet gezien. Wat? Komt hij me nu? Oh, kut. Ik heb zo'n gevoel dat hij echt vlak achter me zit. What the fuck, wat is hij voor een zieke? Hij pakt, hij gaat helemaal niet iemand achterna. Hey, kijk, daar is iemand ook iemand. We gaan hem eventjes gedag zeggen. Hallo. Nou, hoef je niet weg te rennen. Doe je niks. Leuk geluidje. En... Nee! Oh, kut. You earn 200 tokens. Oh, nice. Please wait, please wait. Oh, natuurlijk, nu zijn we zieken. Ik dacht dat het nu voorbij was, maar nee, we zijn nu een zieken. Come, find me. Lucky. Oké, nou kijk jongens, we zijn net als zieken plekje en we hebben iemand gevonden. Maar ik heb een beetje opgelet waar net wat mensen waren. Dus dat is een beetje strekerig. Dus die gaan we nu proberen te vinden. Dat is een random kist. Maar volgens mij was ik hier net achter bij die heepaal of hooibaal. Hoe je het ook maar wel noemen. Even kijken. Waar zit hij achterna? Dus wat de fuck? Oh, daar is een wooden ding. Come here, you little motherfucker. En we zitten met de drie achter hem aan volgens mij. Ah, wat kut vind ik dit jongens. Oké, maar dit was het einde van de video. Bedankt voor het kijken en even like als je meer wil zien, abonneer en reageer. Doei!